Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we echt een heel apart bloemstuk maken. Even net weer wat anders dan anders. Ik heb er zin in. Ik heb een hele mooie houder van PG&D. En dan zal je zeggen, wat gaan we hiermee doen? Nou, dat ga ik jullie zo laten zien. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Vandaag kan je dit bloemstuk bestellen in het zilver. Dat ga ik vandaag opmaken. Maar je kan hem ook in het bruin, koper, bronskleurig opmaken. Dus ja, kan je het helemaal naar je eigen wens bestellen. Goed, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. We gaan vandaag dus aan de slag met deze houder van PG&D. En er zit een gat in, dus dat is leuk, want daar kunnen wij takken bevestigen. Ik heb hier mooie takken die we als basis gaan gebruiken. Ik knip ze even recht af en ik zet ze eventjes in de houder. Het kan zijn dat de ene tak anders valt dan de ander, maar je kijkt even hoe die mooi tot zijn recht komt. Soms kan het ook zijn dat een tak iets scheef is, maar dat is juist altijd wel mooi, vind ik. Maar dit wordt onze basis voor het stuk. Je kijkt even hoeveel takken er in jouw frame passen. En soms kan het zijn dat je een beetje moet bijknippen. En als je het dan naar wens hebt staan, bij mij vallen ze iets buiten uit elkaar. Ik heb deze heel ietsjes licht gebroken. Want dan valt hij iets mooier. Maar ik zet hem wel even weer vast met een drupje lijm, zodat het wel mooi stevig staat. Ik wacht even tot het droog is. En daartussen zet ik deze mooie pluimpjes. Als het nodig is, kan je dat ook gewoon bevestigen met een beetje lijm. Je kan ze ook iets hoger zetten. Dan laat ik de bol in het midden vallen en dit is even een lastig klusje. En aan de bovenkant bevestig ik de takken weer aan elkaar zodat de bol erin valt. En straks kunnen we de bol eventueel wat meer vastzetten met een beetje lijm. Maar bovenin wikkel ik dan het touw rondom de takken zodat het bij elkaar blijft. Zodat we een mooie baas hebben en de bol daarin valt. Zo, die zit vast. En waar nodig is, kan je nu even een drupje lijm doen, zodat de bol er goed stevig in vast komt te zitten. En vanuit hier gaan we verder werken. Ik heb namelijk ook mooie kleine bolletjes en die kan je ook bevestigen in het frame. Dat vind ik ook heel erg leuk aan de bovenkant. En mijn staat nou een beetje scheef, maar ik vind dat niet zo erg. Daarnaast gaan we nog andere materialen toevoegen. Dus daarin kan je ook nog een beetje schuiven. En je kan eigenlijk de bollen plaatsen waar jij het leuk vindt. Ik heb eventueel ook vaasjes die je eraan kan bevestigen, waar je bloemetjes in kan doen. Ik heb mooie balletjes, decoratie, je kan alle kanten weer op. Een leuk lichtsnoertje heb ik eventueel op. Ik sta trouwens mooi achter het frame. En ja, zo kan je eigenlijk decoreren zoals je zelf wil en zoals je het zelf ook leuk vindt. Ik ga er ook wat kerstgroen in verwerken. Dat lijm ik eigenlijk gewoon overal op de bollen. De bollen en de takken zijn eigenlijk de basis van dit mooie stuk. Gebruik ik voor wat kleine stukjes kersgroen, dus echt kleine takjes.
Aan het eind haal je altijd even de lijmresten weg. En dan heb ik ook bijvoorbeeld leuke kerstballetjes die je kan bevestigen. En staat in het begin jouw basis nog niet zo stevig, begin dan even opnieuw. Dus zorg dat die basis goed staat. Want op die manier zorg je dat je eigenlijk nu alles kan bevestigen wat jij graag zou willen bevestigen. Dan heb ik wat mooie glittertakjes die ik er ook in bevestig. Deze wordt dus een beetje winterswit. Maar je kan hem dus ook in het bruin warmer van kleur bestellen. En je kan eigenlijk gewoon lekker creatief aan de slag gaan. En hem helemaal verder zo decoreren zoals je hem zelf leuk vindt. Nog wat leuke sterretjes. Die kan je er eventueel ook zo leuk aan hangen. Mocht je dat leuk vinden. Hier zit toevallig ook een zijtakje aan. Waar je aan kan hangen. En mocht je nou iets hebben geknoeid met lijm, kan je dat op deze manier ook stiekem een beetje wegsmokkelen. Dan heb ik nog wat houtjes. Breekt een beetje de kleur, maar lijkt er wel heel mooi tussen. En je zult zien bij dit stuk, elke kant heeft zijn charme. De ene kant is op die manier mooi en de andere kant op die manier door de manier van hoe de takken vallen. Kijk je er van alle kanten weer anders op, waardoor het een heel spannend stuk blijft. Ik voeg er nog even wat extra balletjes aan toe. Echt kerst. Dus bevestig ik aan deze kant ook nog eventjes zo'n mooi pluimpje. Ja, en je kan eigenlijk zo ver doorgaan zoals je zelf wil. Een beetje mos vind ik ook nog wel heel mooi. Mooi fris groen erbij tussen. Je kan hem eigenlijk helemaal naar eigen wens decoreren. Wat natuurlijk niet mag ontbreken zijn lampjes. Je kan dus ook nog eventueel van deze vaasje erbij in bevestigen. Hou er wel rekening mee dat hij dan niet topzwaar wordt. Je kan hem ook aan de onderkant bevestigen. Kan eventueel ook. En dan kan je er eventueel verse bloemen in doen. Maar ik vind hem zo wel heel erg tof. Omdat je hem zo overal kan neerzetten. De lampjes horen er nog wel even bij. Dus die wikkelen we nog eventjes om het frame heen. Ja, dan heb je eigenlijk een hele mooie alternatieve bol. Je kan het eventueel ook voor de tijd om de bollen heen wikkelen. Dat je alleen de bollen licht geeft. Maar ik vind het ook mooi om hem sierlijk zo om het frame heen te wikkelen. En het kastje legt er een beetje binnenin. Dat je die niet zo goed ziet. Eventueel kan je er iets voor lijmen. Een stukje grijs mos bijvoorbeeld. Dan zie je hem niet zo. En kan je hem wel aan en uit doen. Want er zit gewoon een knopje op. Eventueel als je het batterijtje wil, vervangen. Dan moet je hem natuurlijk wel even uithalen. Ja, en hoe tof is dit aparte bloemstuk dan? Je kan hem helemaal naar wens maken. Je kan hem eigen kleur maken wat je zelf leuk vindt. Je kan hem zo vol maken en zo groot maken als je zelf wil. Ja, je kan er gewoon alle kanten mee op. Wil je dit pakket nu zelf maken? Ik zal zorgen dat hij voor een hele leuke aanbieding online staat. Eventjes een knaller tussendoor. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Nou hoop ik dat je het weer leuk vond. Of vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En het hele jaar door komen de bloemschikvideo's online. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En zie je mij de volgende keer weer. Doeg!